Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En we gaan er weer een leuk dagje van maken. Dat gaan we doen, ja. Dus, bij deze. Ik ga nou even zorgen dat ik wat te eten krijg. Kijk jongens, dit is die kar. Ook nog los. Moet alleen wel lukken. Dat is die kar waar ik het steeds over had. Mooi. Zeg hij mooi. Een honderdtal. Dus ja, bij deze. Helemaal, ik ben nu weer thuis. Ik ben gisteren even naar mama gegaan om de kar verder af te maken. En gisteren was wel een kutdag, want ik was heel erg moe. Nu ben ik het weer. Alleen ik voel me wel beter. Ik merkte gisteren vooral alles wat ik deed. Zelfs als je van even van links naar rechts gaat met je arm. Hè? Dat je eerst aan de linkerkant iets doet met je ene arm en dan toch aan de andere kant dat nog. Voel ik mijn borstkas heel erg. Had ik heel erg. En dan ja. Dan is het heel moeilijk om een beetje vrolijk te blijven. Nou ja, ik ben er toch. jongen. Hij valt zo ineens achterover. Ja. Dus ik ga nou even liggen. Ik geef er even aan toe. En dan ga ik mijn dingetjes hier thuis doen. Gaan we even knutselen. Ook het huis even verder opruimen. En dan zien we wel weer wat we doen. Shit, jongens. Snel andere kant op kijken, camera komt eraan. Kijk eens even. Hij is niet zo voor fotogeniek. Holt er in ieder geval. Dus ik. Ja, even lekker wandelen is nooit verkeerd. Slapen ging niet echt. Ik ben nog een beetje sick en neurig in mijn kop. Dat hoort er gewoon bij, hè. Ik ben gewoon moe. Gaat niet zo goed met mij. Kunnen we nou wel vaststellen. Als 2 dagen niet lekker gaat, dan. Is er iets aan de hand. Maar we komen ook wel weer overheen. Hè? We moeten positief blijven. Heel belangrijk. Ik weet, het is niet altijd even makkelijk. Maar toch moeten we dat wel met z'n allen proberen. Anders is het wel een hele sombere wereld. Hè? Gewoon lekker vrolijk proberen te zijn. Dan komen we het verst. Ja, het is wel zo. Nou allemaal, ik ga eindelijk weer verder. Hé, nou mag het wel tijd worden. Ik geef jullie groot gelijk. Thank you.
tegenslag te pakken. Dat is nou het nadeel, jongens. Je moet altijd weer iets nieuws verzinnen om het aan elkaar vast te krijgen. Als het een succes wordt, jongens, ook met meer van die klemmen af. Echt waar. Ik vind het wel zo belangrijk dat het echt vast aan elkaar zit, hè, jongens. Staan er eigenlijk tussen. Het is altijd hetzelfde. Het is een beetje een noodoplossing wat ik ga doen. Maar die kunnen ook wel helpen. Noodoplossing. Heel goed zelfs. Kijk, als ik hem goed heb. Kijk. Kijk, met deze heb ik dit allemaal aan elkaar vast. En ik heb met deze heb ik hier zorg ik dat alles. Want op een gegeven moment krijg je hier kieren. Als je te veel hebt, dan kun je niet meer op een juiste manier druk zetten. Dus zorg echt dat je genoeg hebt, jongens. Eigenlijk moet je 3 van zulke lijnklemmen hebben. 3 shortbandjes. En heel veel trucjes om het nog goed te doen. Je moet echt wel een beetje handig zijn om het aan elkaar te kunnen krijgen. Maar bij mij gaat het nou vrij goed. Ik heb er nou durf ik het te laten staan. Ja, ik durf het te laten staan. Ik dacht dat ik weer wat zag, maar dat zijn millimetertjes. Dus ik ga nou even douchen. Helemaal. Ik sluit hier bij de vlog af. Ik ben best wel moe. Ik heb weer een slechte dag gehad. En ik heb weer gewoon heel veel last van dit jaar. Van mijn borstkast en zo. Ik hoop dat wel goed genezen. Nou, dat dus. Snap je? En dat de hele dag door. Zulke momentjes. En kijk, dit doet ook wel weer zeer. Dus ik ga nog gewoon lekker slapen. En daarbij wel toesteren.